Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. Het is de aflevering van september met een tweetal gasten. We praten met Dave Verbeek. Hij is nieuw in de gemeenteraad van Tiel. Hij zit daarin voor de PvdA en met Mark Smits. En Mark zit nu hier aan tafel. Mark, van harte welkom. Ja, dankjewel. De raad. Je zit erin sinds, wanneer was het? April. Maart, april. Ja, april echt officieel geïnstalleerd. Ja, klopt. Hoe bevalt het? Ja, ontzettend goed. In het begin was het natuurlijk wel even wennen. Ook qua tijd. Van joh, hoe ga je de zaken indelen? Werk, raad. En daarnaast, wat ik wel even wil vertellen is dat de gemeenteraad heeft een mooi introductieprogramma voor ons samengesteld. Dus er komt nogal wat op je af, hè? Ja, zeker. Hele simpele dingen natuurlijk. Ja, maar heel veel uitnodigingen krijg je om overal aanwezig te zijn. Heel veel organisaties die we gaan bezoeken. Overal word je gevraagd om ook iets van te vinden. Dus in het begin wennen, maar ik denk dat ik mijn draai goed gevonden heb. En het bevalt hartstikke goed. Ontzettend naar mijn zin. Het is niet voor niks natuurlijk dat je een afgevaardigde bent namens een bepaalde groepering vanuit deze samenleving. Ja. Dus dat is ook logisch. Klopt. Ja. Kun je dat nou allemaal nog wel overzien of niet als raadslid? Dat is lastig, maar we hebben een goed team en ik ben terechtgekomen in een ervaren fractie, de VVD-fractie. Dat scheelt natuurlijk ook veel. Dat scheelt ontzettend veel, ja. Je zit met ervaren fractieleden, heb je het over allerlei zaken. En die helpen mij op weg. Die hebben natuurlijk een stukje ervaring en die weten ook vaak de historie, hoe het allemaal zo tot stand is gekomen. En die wisselwerking van frisse ideeën, van mij en Elisa, van joh, een andere kijk. Ja, Elisa is ook een jeugdige dame, hè? Ja, klopt. Hoe oud is ze, 1 of 22? 21. Ja, geweldig. Ja, top. En die wisselwerking, dat is gewoon heel mooi binnen de fractie. Jullie hebben een wethouder geleverd, Marcel Melissen. Ja. Kun je nog iets vertellen over hoe het een en ander tot stand is gekomen? Dus dan praat ik over de coalitievorming. Ja. De grote lijnen zijn natuurlijk ook bekend. Ja, nou, hoe heb je dat zelf ervaren? Het was een bijzondere tijd, ook wel spannend natuurlijk. Van ja, zo'n coalitievorming, wie gaat met wie praten? Het was van tevoren toch al redelijk duidelijk van nou, Tiel zal dit, dit is de beste coalitie voor Tiel. Ja, nou je zag aan de uitslag ook wel dat Tiel heeft, de inwoners van Tiel hebben ook min of meer aangegeven van joh, we willen met deze coalitie willen we verder. Dat zag je ook terug in de uitslag. En op die manier... Goed, wel opmerkelijk is natuurlijk die opkomst van de PvdB, hè? Pieter van den Burg met zijn groepering. Ja, dat klopt. De PvdB is ontzettend gegroeid naar 4 zetels. Maar je ziet dat ook dat andere oppositiepartijen juist zijn gedeeld. Bijvoorbeeld GroenLinks, die ging van 3-1. Dus ja, en je ProTiel. Ziet... En ProTiel is gedaald, absoluut. Ja, wat dat betreft is het vorige college niet afgerekend. Precies, zo bedoel ik het. Ja. En zijn er verder nog de dingen die jou opgevallen zijn als nieuwkomer? Wat me opvalt als nieuwkomer is natuurlijk van hoe zaken en processen lopen. In het begin, je bereidt je erop voor om in de raad te komen. Uh-huh. En je ziet hoe goed je je ook voorbereidt. In de praktijk is het toch altijd weer anders. En je merkt ook gewoon in de praktijk dat processen langer duren en lopen. Je wordt in een structuur geduwd, hè? Precies. Heb je dan niet zoiets als nieuweling van, waarom gaat dit zo? Dat kan toch heel anders? Dat kan ook anders. En dat probeer je ook te bewerkstelligen. Je ziet, om een voorbeeld te noemen, we zien nou heel veel processen die bijvoorbeeld met de doelenbomen, je ziet dus heel duidelijk van, joh, hoe gaan we doelen stellen aan de hand van het nieuwe programma? En om die doelen te bereiken, vind ik het logisch om die doelen smart te formuleren. Ja. Dus tijdsgebonden om te kijken van joh, hoe lang doen we erover om het doel te bereiken. En niet moeilijker maken dan dat het is. Ja, precies. Gewoon heel duidelijk concreet pad uitzetten met een tijdslimiet van joh, dan moet het zijn afgerond. En om zaken ook gewoon weg te bereiken. En je ziet dat de gemeenteraad, of tenminste de gemeenteraad, de gemeente, daar nog niet helemaal aan wil. Daar wordt aan gewerkt en doen we ons best voor om toch de zaken zoveel mogelijk en zo strak mogelijk in te richten. Ja. Goed, je bent nu zeg maar een klein half jaar een beetje actief. Ja. Wellicht al wel je draai gevonden. Mark Smits, VVD, waar sta jij voor? Ja, waar ben je mee bezig? Nou, waar ik mee bezig ben, ik ben terechtgekomen in de commissie Samenleving. Dat was ook een beetje een bewuste keuze. Die commissie zou ik heel graag willen. Daar komen verschillende zaken aan bod, waaronder economische zaken. Er komt een stukje WMO komt daarin voor. Wetmaatschappelijke ondersteuning. Dus dat zijn zaken waar je dan hard voor wil maken. Ook onderwijs is een belangrijk speerpunt. Die wetmaatschappelijke ondersteuning, hè, om daar even op terug te komen. Dat is natuurlijk een heel
ruim begrip. Ja. Daar wordt heel veel over gesproken. Klopt. Het een en ander komt naar de gemeente toe, qua financiering. Vroeger was dat vanuit de overheid, nu nog steeds, maar per 1 januari 2015 gaat de gemeente dat doen. Ja. Er is veel angst en onbegrip, heb ik het idee. Ja, klopt. Dat merk je ook. Maar ik heb het gevoel dat het ook met name komt door een stukje onduidelijke communicatie. Dus dat is ook vanuit het landelijke. Hè? Ja, klopt. Dus er komen heel veel prikkels op mensen af. Ja. Als je niet weet wat er over gaat, dan wordt het automatisch lastig. Wie moet je geloven? Ja, klopt. Biedt het ook kansen of niet? Die WMO, uiteindelijk komt het hierop neer dat er minder geld geïnvesteerd gaat worden in allerlei projecten die met zorg te maken hebben. Klopt, ja. Ja, wat wel even belangrijk is om te weten is, waarom zijn we dit traject ingegaan? Hè? Tot nu toe, net zoals jij zegt, wordt van alles vanuit Den Haag geregeld. Nou, dat is op termijn is dat onbetaalbaar. Daar kunnen we gewoon kunnen we gewoon niet meer betalen. Dat merk je eigenlijk nu al, hè, als je kijkt wat er maandelijks afgeschreven wordt van je rekening. Ja, precies. Even om een beeld te geven. We geven als Nederland 74 miljard per jaar uit aan zorg. Dat is echt gigantisch. En als we zo doorgaan, om bijvoorbeeld te noemen 2040, dan betaalt een gemiddeld gezin 40% aan belastingen aan de zorg. Dus ja, dat is gewoon op termijn is dat niet vol te houden. Dus wat belangrijk is, gigantische bedrijven. Ja, dat is ontzettend veel. Daarom is die kanteling zo nodig en het biedt uiteraard zo ontzettend veel kansen ook. Als er efficiënter gewerkt kan worden, dat is het idee van het Rijk, hè? Ja, klopt. Die managementlagen, al die bewezen heeft natuurlijk dat het inderdaad ook efficiënter kan. Ja. Ja, en ik denk al die lagen en al die overal. Er is overal wel een commissietje voor of een. Precies. Ja. En door het lokaal te organiseren heb je minder managementlagen nodig, wat gewoon geld scheelt, maar geld oplevert. Er moeten wel keuzes worden gemaakt. Er moeten keuzes worden gemaakt. De juiste. Maar wat wij belangrijk vinden, wat ik belangrijk vind, is dat mensen die zorg nodig hebben, dat die zorg ook krijgen. En ook goede zorg. Dat is wat mij betreft echt het uitgangspunt. Dus ouderen of langdurig zieken of jongeren die gewoon zorg nodig hebben, die moeten dat ook echt krijgen. En ook kwalitatief goed. Hoe gaat Tiel dat doen? Dat is gewoon. Daar zijn ze nu druk mee bezig om dat te organiseren. Daar heeft de Raad nog geen besluit over genomen. Dat gaat nog allemaal komen. Maar dat proces is nu helemaal gaande. Daar worden we ook heel erg in meegenomen als Raad. En ik heb er een goed gevoel bij dat op een goede manier wordt georganiseerd. 2015... Wat is er specifiek voor Tiel van belang? Want ik kan me voorstellen dat het, als je het over heel Nederland zo'n kaart uitrolt, ja, de ene regio heeft iets meer nodig dan de ander. Ja, precies. Je ziet hier in Tiel. Waar liggen hier de accenten? Ja, ik denk toch met name op de jeugdzorg. Dat is hier gewoon heel erg belangrijk in Tiel. Maar ook de ouderenzorg. Ik denk dat met name de twee belangrijkste uitgangspunten zijn die op een goede manier moeten worden ingeregeld. Je ziet met name dat daar de grootste zorg ligt. Ik denk dat het ook kan en ik ben ervan overtuigd dat het op een goede manier wordt ingeregeld. Alleen, het is wel een lastig proces en we zijn er nog lang niet en er zal hard aan gewerkt moeten worden. Maar in januari gaat het lopen? Gaat het lopen. Hoe gaat het met communicatie? Je kunt het wel geregeld hebben en denken van, we hebben het voor elkaar. Ja, precies. Maar mensen moeten het ook weten. Ja, nou, dat is ontzettend belangrijk. We hebben daar ook verschillende keren in de Raad op gehamerd. Mm-hmm. Dat de communicatie op een goede manier moet worden ingeregeld. We hebben gevraagd aan de wethouder van, joh, maak een communicatieplan, zodat we duidelijk aan de burgers kunnen communiceren. Dat zit bij Henk Dries, hè, de wethouder. Henk Dries en Marcel Melis. Marcel Melis, ja. Het overlapt elkaar een beetje. Ja, precies. Die hebben alle twee een deel van de portefeuille. En het communicatieplan is volgens mij al bijna gereed. Oh, mooi. En dus ja, dan kunnen we daar ook mee aan de slag. En dan worden de burgers op een goede manier geïnformeerd van, joh, wat gaat er nou precies voor hen veranderen? Want dat is gewoon heel belangrijk om een stukje onzekerheid voor die mensen weg te nemen. Ja. De afgelopen raad, hoe vond je die? Ja, vrij bijzonder. Maar ik vond een goede raad en we hebben een goede beslissing genomen, denk ik. Als je kijkt ook naar de logistieke hotspot over de aankoop van die certificaten. Uh-huh. De coalitie was één gezind om die certificaten te kopen. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. En wat is het doel van het kopen van het certificaat? Om een vinger in de pap te houden? Ja, niet zozeer. Maar het is ook gewoon om te stimuleren. Om bedrijven ook te participeren in die logistieke hotspot. Ja, die logistieke hotspot is belangrijk voor de regio, hè? Absoluut, toch was er bijvoorbeeld, volgens mij was het de PVDB als enige tegen. Ja, klopt. Die hadden kritiek op de manier waarop het allemaal georganiseerd is.
En die vinden dat de resultaten op dit moment onvoldoende zijn. Mm-hmm. Ik zie ook dat... Vind jij daarvan? Nou, kijk, het kan beter. En ik denk dat we daar ook op dit moment hard aan werken, dat het beter kan. We zijn iets gedaald op de ladder van aantrekkelijke regio's qua logistieke hotspots. Je ziet bijvoorbeeld Venlo, die staat, doet het ontzettend goed. Heeft alles te maken natuurlijk ook met de locatie daar. Precies, hè? Precies. Ja. Ze hebben wat tegengeslagen gehad, maar ik vind wel ik vind wel de ontwikkeling van de logistieke hotspotten erg belangrijk. Want als je dat niet doorzet, dan komen er geen banen. En dus er was vandaag ook een artikel in de krant verschenen in de Gelderlander. Dat Tiel ontzettend veel bijstand uitkeringsrechten daar heeft. Ja. Dat is, ligt boven het landelijk gemiddelde. Het is zo belangrijk dat mensen aan het werk gaan. Ook voor zichzelf, voor de ontwikkeling van mensen, ontwikkeling van de stand. En daarom is een logistieke hotspot is daarom ook zo belangrijk. Dat is een belangrijke tool om dat te bestrijden. Precies, ja. Dat zijn een van de middelen om die banen om die banen te maken. Maar goed, het gaat natuurlijk wel om wat kost het de gemeente en wat levert het op. Ja. Maar waar praten we over? Een heel laag bedrag was het, geloof ik, hè? Ja. Die certificaten. Die certificaten waren uit mijn hoofd 1300 nog wat euro, ja. 1350 euro. Ja. Okay, nou, dat moet toch wel het een en ander op kunnen leveren. Ja, en als je dan ziet... het risico voor de gemeente is zo ontzettend laag, 1300 euro. Ik bedoel, ja... Ik heb het verhaal van de PVDB niet helemaal begrepen, maar het ging met name om... je zei het zelf ook, de structuur, maar dat er een projectbureau is en dat daar mensen zich dan in zouden verrijken. Klopt, ja. Het is moeilijk om de vinger daarop te leggen, hè? Dat is moeilijk om je vinger, ik heb er ook geen beeld van. Ik neem al dat we die signalen, mochten dat soort zaken zich voorspelen, dat we die zaken dan te horen krijgen... Is er voldoende nog om in te rijpen. Nou, voldoende middelen. Absoluut, ja. Ja. We hebben een fantastische appelpop achter de rug. Ja. En het Corso mogen er ook zijn. Absoluut. Goed voor Tiel, hè? Ja, absoluut. Dat zijn twee hele bijzondere evenementen voor Tiel. En als je ziet naar de bezoekersaantallen, die zijn gigantisch. Dus ik denk dat het beide evenementen weer een groot succes zijn geweest. En dus gewoon goed voor de stad. Toch een kritische noot als we kijken over het fruitcorso. Die heeft wel wat steun nodig gehad vanuit de gemeente en dan met name financiële middelen. Maak je je daar zorgen om? Ja, ik denk dat het is altijd lastig. Ze zijn natuurlijk ook een beetje zoekende van joh, wat is nu een juist concept? En het fruitcorso wil ook groeien, wil ook andere doelgroepen aantrekken. Je zag in het verleden dat met name de oudere doelgroep naar het fruitcorso kwam. Ja. Nou, en ze willen dat ook een stukje verbreden. Dus ze zijn aan het kijken geweest van joh, op welke manier kunnen we dat invullen? Ik denk dat de ingeslagen weg de juiste is. Nou, zo'n groot evenement als het Fruitcorso verdient het natuurlijk om die ruimte te krijgen. Hè? Absoluut, dat vind ik ook. Het is zo'n uniek evenement, landelijk, maar ook gewoon in de wereld. Ja, het zou zonde zijn als dat zou verdwijnen. Ja. En wat mij betreft, ja, ik hoop gewoon dat het zo door blijft gaan op de goede manier. En dat de bezoekersaantallen nog verder omhoog lopen. Ja, ik denk dat dat ermee goed is voor Tiel. Absoluut. Nou, leuk maakt dat je zo enthousiast bent. Ja. Leuk ook dat je thuis voelt in die gemeenteraad. Ja. Goed voor Tiel. Goed voor Tiel. Ik blijf mijn best doen, blijf me inzetten. We gaan ervoor deze via. Gaan we je aanhouden. Ja. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Nu de tweede gast in deze aflevering van het Koetshuis, Dave Verbeek van de PVDA. Dat klinkt mooi, hè? Ja, dat vind ik wel. Ja, ja zeker. Je bent nu een krap half jaar in die raad. Hoe bevalt jou het als nieuweling? Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk. Het is heel erg druk natuurlijk om alle dingen voor te bereiden naast de zaken die je al doet. Dus het is een hoop werk. En wat doe jij? Ik studeer nog. Ik studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Pittig. Wat houdt het precies in, concreet? Bestuurskunde. Ik doe nou een master. Houdt eigenlijk in dat je je bezighoudt met overheid, openbaar bestuur. Hoe werkt dat nou? Op welke manier kan je er nou voor zorgen dat je als overheid eigenlijk je doelen weet te behalen? En dat, dus ook hoe processen lopen en hoe het beter kan? Jazeker, ja. En wat is uiteindelijk je doel? Ja, eerst mijn studie halen natuurlijk. Ja, begrijp ik. Hetgeen wat ik gewoon heel erg mooi vind is dat je met je bestuurskunde ook daadwerkelijk... in staat bent om dingen voor elkaar te krijgen.
bijvoorbeeld vanuit de PvdA ben ik heel erg bezig met bijvoorbeeld hoe ga je de zorg inrichten? Op welke manier zorg je ervoor dat iedereen gewoon een fatsoenlijk huis boven zijn hoofd kan krijgen? Dat soort zaken. Concreet, hè? Ja, en met bestuurskunde krijg je gewoon de kans om in zo'n overheid of binnen een publieke organisatie te gaan werken. En ook echt concreet mee te helpen om zoiets voor elkaar te krijgen. Merk je dat jouw know-how binnen de PvdA en Tiel gebruikt wordt op een positieve manier? Het heeft me natuurlijk het eerste half jaar heel erg geholpen om in ieder geval makkelijker mee te kunnen komen met de rest van de raad. Begrijp je waar het allemaal over gaat, ja. En nou kom je inderdaad op zo'n punt dat je zelf de stukken allemaal gaat lezen en daar meningsvorming over doet, dat je anderen kan helpen. Er komt natuurlijk heel veel op je af, hè, als nieuweling. Ja, precies. Een tsunami van informatie en dingen en processen die er lopen. Hoe is jou dat bevallen? Nogmaals, het is gewoon even pittig om daar doorheen te bijten. En ik denk dat elk nieuwe raadslid dat herkent. In eerste instantie is het gewoon heel veel stukken lezen, met heel veel mensen praten. Ook je partijgenoten laten helpen met hoe hebben we dat nou de afgelopen 4 of afgelopen 8 jaar gedaan. En op het moment dat je dat hebt en je bent daar een beetje doorheen. Ja, bij elk onderwerp is dat natuurlijk verschillend. Nou, op zorg zit je er al heel erg diep in, omdat dat gewoon heel erg actueel is. Op andere onderwerpen moet je dat de komende jaren weer verder gaan ontwikkelen. Maar het is pittig, maar op het moment dat je daar doorheen bent, dan kan je echt een verschil maken. En dat is echtgene waar het uiteindelijk om gaat en wat ook leuk is. Ja, nou, heb je me al verteld. Ja. De vorige raad heb je natuurlijk niet meegemaakt, maar als je deze raad beschouwt, wat vind je daar nou van? De samenstelling, het samenwerken. Je staat met z'n allen voor één doel, vanuit verschillende achtergronden. Nou, heb ik de vorige raad wel zo meegemaakt dat ik op de achtergrond al wel bij de PvdA actief was. Dus ik heb daar wel wat mee van gekregen. Hetgene wat ik wel heel prettig vind bij deze raad is. Je ziet nou wel dat er bij een aantal moties, een aantal amendementen, niet alleen maar coalitie en niet alleen maar oppositie dat met elkaar indienen. Dus we hebben nou ook een aantal moties ingediend met de PVDB bijvoorbeeld. En ik ben gewoon blij dat er hier en daar wel wat dwarsverbanden beginnen te ontstaan. Dus dat het dualistische bestel dat het werkt. Ja, en ik denk dat dat ook een van de doelen van de coalitie op dit moment is. Om niet te zeggen van jongens, we hebben een coalitie, we hebben een oppositie en op die manier gaan we het doen. Maar dat je ook gewoon in staat bent als raad individueel dingen voor elkaar te krijgen. En bij elk onderwerp is het natuurlijk anders hoe dat werkt. Maar bijvoorbeeld met de zorgombudsman hebben we dat op een andere manier voor elkaar weten te krijgen. En wat was dat? Vind ik... Zorgombudsman? Ja, we noemen het nou een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ja. De WMO-raad heeft toen ons aanbevolen om een ombudsman in te stellen. De WMO-raad? De WMO-raad. Wat voor is dat? De WMO-raad is een onafhankelijke partij die bezig is met op welke manier kan je nou zorg inrichten. Die zijn hier in Tiel zijn die actief en die hebben een soort adviesfunctie. Dus die brengen regelmatig aan het gemeentebestuur of aan de gemeenteraad brengen die een advies uit. En er zitten best wel mensen in die verstand van zaken hebben. Hè? Dat zijn mensen die... ook vanuit de politiek van vroeger uit de Tielse. Dat zijn mensen die er al jaren mee bezig zijn. Dus die weten echt wel waar ze het over hebben. Dat is prettig dus. Ja, dat is prettig. Maar die kunnen dus gevraagd en ongevraagd advies geven aan de raad. Ja. Okay. Ja, en in dit geval hebben ze dat dus gedaan. Wij als PvdA vonden dat belangrijk en je zag dat meerdere partijen daar ook gewoon op inhaakten. Dus dat je dat niet alleen binnen je coalitie doet, maar dat je dat gewoon raadsbreed of met meerdere partijen oppakt. En dat vind ik wel goed om te zien. Ja. Ja. Die WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, yes. Per 1 januari 2015, we hebben het met Mark ook even over gehad, wordt dat veranderd. Hè? Geld komt rechtstreeks naar de gemeente en het Rijk zegt landelijke overheid van... lokale overheid, jullie weten wat er speelt. Ja. Regel het zelf. Ja. Dat biedt kansen. Ja, dat biedt ontzettend veel kansen. Is ook ontzettend belangrijk. Hetgene wat je nou kan doen is als gemeente zijnde echt dicht bij de mensen. Hetgene wat je kan doen is op dit moment bij de Rijksoverheid heb je vaak 13 uit een dozijn oplossingen. Dus je hebt een indicatie en dat betekent dat jij deze zorg krijgt. Verder totaal niet rekening houdend met de situatie waar iemand in zit. Het netwerk wat iemand heeft. Wij spreken als iemand een buurvrouw heeft en zegt van goh, ik ga daar altijd samen mee boodschappen doen. Of zij doet altijd boodschappen voor mij en ik altijd voor haar. Bijvoorbeeld een scootmobiel en dergelijke. Ja, ik heb dat niet nodig, want ik doe altijd al dingen samen met mijn buurvrouw. Maar ik merk wel dat het in huis heel erg lastig wordt om dingen voor elkaar te krijgen. En dan kan je bijvoorbeeld naar die twee mensen toe gaan en zeggen van oké, jullie krijgen 1 scootmobiel. Leen dat nou elkaar uit. En daarvoor kunnen we ervoor zorgen dat je wat meer huishoudelijke hulp krijgt of wat meer dus geholpen wordt thuis. Een simpel voorbeeld wat werkt. Ja, goed kijken naar wat mensen zelf nodig hebben en niet wat denken. Wat is nou specifiek nodig voor Tiel?
hetgene wat... We hebben hier een andere zorg nodig dan bijvoorbeeld in het noorden van het land of in het westen. Ja. Of... Ja, Tiel is natuurlijk een stedelijke gemeente. Dus het is heel anders als dat je te maken hebt met het platteland. Je hebt met andere soorten problematiek te maken. Vaak specifiek is... voor Tiel? Noem iets wat het speerpunt van... Wat je in Tiel natuurlijk zou moeten zijn? Ja, wat je in Tiel natuurlijk hebt is een sociale kaart waarin je veel mensen met verslavingen hebt. Of veel mensen die te maken hebben met schuldhulpverlening of dat soort zaken. Je hebt veel gezinnen waar je te maken hebt met multiproblematiek. Dus een gezin waar zowel een zorgvraag is als waar ook financiële problemen ontstaan. En ik denk dat het daar bijvoorbeeld voor Tiel heel erg belangrijk in is om dat gewoon integraal aan te pakken. Dus je gaat naar zo'n gezin toe, je zet daar één hulpverlener op. En niet 3, 4, 5 die allemaal voor hun eigen zaakje bezig zijn. Maar één persoon die zo'n gezin echt kan helpen om daar weer uit te komen. En dat is zeker voor een gemeente als Tiel is dat gewoon heel erg belangrijk. Dat je iemand hebt die het overzicht heeft. Ja, precies. Hoe ver is de organisatie van die structuur? We zijn daar nauw mee in de afrondende fase. Hè? Op 1 januari gaat in feite de financiering via de gemeente in. We hebben wel tegen mensen gezegd van jongens, als je nou al zorg hebt... dan gaat dat in 2015 op dezelfde manier. Alleen we gaan nou bij de gemeente met die verschillende financieringsvormen kijken hoe we het aan gaan pakken. We gaan daarmee aan de slag. Mm-hmm. Zodat we in 2016 daar ook zoveel ervaring mee hebben. Dat we die mensen op de juiste manier kunnen gaan helpen. Zonder dat we daar allemaal rare experimenten op los moeten gaan laten. Maar dat we die mensen dus nou de zekerheid kunnen bieden van het gaat goed. Vanaf 2016 weten we zelf ook beter waar we aan toe zijn. Ja. Hebben we dat goed ingericht en kunnen we dat ook... fine-tunen. Precies. Tiel krijgt dus uiteindelijk meer geld. We moeten er ook wel meer voor doen. Als dat efficiënt aangepakt wordt, houdt Tiel dan ook meer over? Of denk je dat het geld gewoon echt nodig is of dat er tekorten komen? Ja, Tiel krijgt meer geld. Ik vind dat relatief. Hè. Je moet ook zien, het geld wat we nou krijgen voor die zorg... komt nou niet bij de gemeente, het komt nou bijvoorbeeld vanuit de Rijksoverheid vandaan. Het zijn 10 tot 15 miljoen geloof ik, hè? Ja, zo ongeveer. Op een totale begroting van rond de 100. Ja. En Tiel krijgt nou zo'n 33% minder daar om datzelfde voor elkaar te krijgen. Dus het is niet zozeer dat je nou geld krijgt om het voor elkaar te krijgen. Je krijgt het wel, maar er zit meteen een bezuiniging aan vast. Dus dat heeft ook uitdagingen. Maar ik denk wel dat er heel veel kansen aan vastzitten inderdaad om het voor elkaar te krijgen. En echt mensen te helpen met maatwerk. En in Tiel er ook voor zorgen dat... kijk, hetgene wat je uiteindelijk wilt, is dat mensen die in staat zijn om voor zichzelf te zorgen... ook de kans krijgen om dat zelf te doen. Dus bijvoorbeeld met persoonlijk gebonden budgetten en dergelijke... zelf hun zorg kunnen inkopen, zelf voor kunnen zorgen dat goed gaat. Ja, met een goede monitoring. Ja, precies. En dat mensen die daar niet toe in staat zijn... daar op de juiste manier toe geholpen worden. En als je dat op de juiste manier indoet... en je bent inderdaad als gemeente sta je veel dichter op de burger. Dus je bent niet vanuit de Rijksoverheid... het is natuurlijk heel ingewikkeld als je het over 16 miljoen mensen hebt. Ver van mijn bedshow. Ja, precies. Dan denken ze daar niet van, goh, laat ik even naar mevrouw Jansen gaan kijken waar dat voor nodig is. Het verhaal van het biedt kansen, dat zegt dus eigenlijk van oké, we denken dat we dat kunnen regelen met dit geld. Ja. Uiteindelijk wordt het dus beter. Dat is de kans die we hebben. Ja, dat is natuurlijk wel het uitgangspunt. En als er geld overblijft, laten we daar eerst de komende jaren nog even voor zorgen dat we dat apart houden voor op het moment dat mensen het toch echt nodig hebben. Of tot het moment dat we met in het beleid of met de zorg met uitdagingen geconfronteerd worden, dat we dat nog als een reservepotje hebben. Want uiteindelijk heb je het wel over mensen. En je kan niet zomaar zeggen dat geld dat hebben we al uitgegeven aan bijvoorbeeld het asfalt hier in Tiel. Zo werkt dat gewoon niet. Dat moet je echt voor die mensen ook blijven inzetten. Nou, het klinkt hartstikke goed. Volgens mij, ga zo door. Ja. Als raad zijnde, als onderdeel van die raad. We gaan je er ook veel succes bij wensen. En we nodigen je graag in de toekomst nog eens een keer uit om weer om dat, over dat WMO-verhaal te praten. Oké, graag. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.